Om dit soort beelden gaat het: pubers die elkaar vernederen en in elkaar slaan. De filmpjes worden als trofee op internet gezet. Het is gewoon de druppel en we moeten daar echt iets aan gaan doen. Mede door dit filmpje, dat waarschijnlijk in Husse is gefilmd, is de maat vol voor burgemeester Schuurmans. Wat haar betreft worden gebruikers die deze filmpjes op social media zetten, van al die sites verbannen. Ik denk dat social media zo onlosmakelijk deel is van de jeugdcultuur dat het van groot belang is om dat te mogen blijven gebruiken. Dus ik denk echt dat zij, als het gaat over het gebruiken als platform, als trofeeën voor dit soort vreselijke activiteiten dat zij daar het verschil kunnen maken. De burgemeester verwacht niet dat de social media platforms direct hun voorwaarden aanpassen. Maar ze hoopt wel met dit idee een nationale discussie op te starten. Waar zit nou de grens op internet? Wat kunnen we wel, wat kunnen we niet accepteren? En wat kunnen platforms doen om daar een rol bij te spelen?